In deze video zie jij hoe ik reageer op video's die door andere mensen geëdit zijn van mij. En hoe ik Stefan de Vries naam. Rick, ik weet dat je kijkt. Druk op het abonneerknopje. Doe het. Ik heb dus een filmpje gemaakt op mijn telefoon. Die mensen hebben geëdit voor mij. Maar mijn frontlens is hier kapot. Dus als het een beetje slecht beeld is, blame me wel, want dat heb ik zelf gedaan. Kijk, het kan een beetje beslagen af en toe zijn. Maar in ieder geval, ik heb dus naar heel veel mensen heb ik gewoon een video verzonden. Mensen mogen die voor mij editen en ik ga reageren op video's. Ik ga kijken. Oké, dit bestand heet Moonmas, maar dan ander. En ik ben benieuwd wat die ervan gebakken. Oké, dit vind ik al... Nee, dit is de Sparking Alert en Meeballs in de groep. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Doe een duimpje omhoog. En later. Waarom is eerst de outro voor de intro? En daar zijn we weer. We hebben alle sushi. We hebben hier... Later, ja, daar zijn we weer. Ik weet niet wat het voor mensen ziet eigenlijk. Ik snap hem wel. En hier hebben we nog wat sushi, wat er ook eens heel lekker uitziet, maar ik weet niet wat het is. En hier natuurlijk sojasaus. Gadverdamme. Nog nooit. Zo. Dit is een oude video dit. Heeft hier een beeld van gepakt? De camera staat niet eens aan, zie je ook. Je ziet dat ik... Wat slaat dit op? Doei. Groetjes Tries. Het slaat echt helemaal nergens, dat is wel echt goud. Hier heeft hij op YouTube gezet. We like hem even. Hey, ik ben Cien en ik laat jullie zien wat je allemaal moet doen in een kamerquarantaine. Ik sta altijd 6:45 op, zo heb ik een uur om me helemaal klaar te maken en om naar de groep toe te fietsen. Alsjeblieft, laat het niet te lang. Ja, goed zo. Is snel geëdit, hou ik van. Ik game meestal... Ik had tekst hier gewoon. Computer. Niet veel moeite genomen. Maar ik kijk ook natuurlijk heel veel Netflix films. Dingen te editen. Series op bed. Ja. Ook edit ik meestal, want ik natuurlijk elke dag een nieuwe video online krijgen. Waarom knip je dat niet eruit dan? Kijk, want zeg maar, wacht, wat de bedoeling was van dit al. Kijk, ik had dus van twee verschillende kanten had ik hem in mijn video opgenomen. Omdat ik dan dezelfde tekst moest hebben, had ik gewoon mijn tekst opgeschreven. Vandaar. Ja, chat, ik had het te druk voor video's. Hele pittige chips op mijn kamer liggen. Voor als ik trek heb. Smakelijk eten, smakelijk eten. Yes, yes, yes. Mijn moeder heeft net sushi gebracht. Sorry voor deze bende. En die gaan we nu lekker eten. Dus hier komt die. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Doe een duimpje omhoog. En later. Sluit hem eruit! Nee! Jij bent echt slecht! Hou die kant! Echt een leuke video. Alleen mag echt allemaal, vooral dat laatste stukje, zo best gewoon hier zo'n stilte van 5 seconden. Dan was het wat leuker geweest. Maar dit is een goede video. Het is prima. Het is leuk. Het is leuk. 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 Ik verwacht hier veel van. Echt, ik heb hier hoge verwachtingen van deze val. We gaan kijken. Oh! Hey, ik ben Cien en ik laat jullie zien wat je allemaal moet doen in een kamerquarantaine. Maar ik kijk ook natuurlijk heel veel Netflix films of series op bed. Wat was fantastisch. Maar natuurlijk het leukste van alles is eten. Heel pittig. Zo. Kamerquarantaine. Nice.
Maar dit is wel copyright, dood. Dus... Bedankt voor het kijken van deze vlog. Doe een duimpje omhoog. En later. Oh, dit is wel leuk gedaan. Hey, deze was fantastisch, man. Deze was echt... deze zou ik ook geëdit kunnen hebben. Het is wel fantastisch gedaan, echt. Echt goed. Hallo! Wat hebben de volgende dingen met elkaar te maken? Twee baby's op een trampoline, een op hol geslagen geit en een op afstand bestuurbaar vliegtuigje. Dat gaan we zo meteen zien, maar eerst een clipje over paarden en dat ze soms best wel gevaarlijk zijn en dat het best wel moeilijk is om ze onder controle te houden. En die gaan we nu lekker eten, dus hier komt ie. Die is wel leuk. En daar zijn we weer. Die is wel leuk. En later. Zo, dat was grappig. Kikke grappig. Ik fiets naar huis voor die kerstfeest. Oh, ik kan niet wachten op die chickies. Ik fiets naar huis voor die kerstfeest. Nou, ik fiets lekker.